Hi, ik ben Paula en ik wilde een hersenspinsel met jullie delen. Om te beginnen, eerst eventjes om het wat duidelijker te maken, heb ik een tekeningetje gemaakt. Mijn wiskundeleraar van vroeger, meneer Hanemeyer, was een van de beste wiskundedocenten die ik gehad heb. En die heeft dit heel duidelijk en schematisch weergegeven. En dat is eigenlijk wel een mooi voorbeeld van hoe ik denk dat de mensen een beetje in elkaar steken wat dit betreft. Zoals je ziet, ik weet niet of je het kan zien. Is dit gedeelte, als dit zeg maar jouw capaciteit is, wie jij bent als persoon. Dan zie je dat je hier aan de buitenkant vrij weinig oppervlakte hebt. Deze oppervlakte staat in contact met informatie, met kennis, met dingen die je leert, die je wilt weten. Maar omdat je vrij weinig oppervlakte hebt, heb je weinig vragen en is je capaciteit dus ook vrij klein. Dat zijn de mensen die zich vaak druk maken om kleine dingen in het leven. Als je capaciteit groot is, dan wordt je oppervlakte wordt ook groter. Met als gevolg dat je meer vragen hebt en meer kennis wil vergaren. Met de groei van die kennis wordt tevens ook je capaciteit vergroot. Maar het nadeel hiervan is dat je eigenlijk met de vergroting van je capaciteit, want IQ vind ik het eigenlijk niet dekken, de lading, dat ook het aantal vragen weer groter wordt en daarmee ook diepgaander vaak, merk je. Er zijn ook mensen die zich daar compleet in kunnen verliezen en alleen nog maar bezig zijn met dat soort vragen. Maar goed, dit is even om het helder te schetsen. Waar ik aan moest denken was, van de week had ik een gesprek met iemand en die vertelde dat er een ruzie was tussen twee mensen. Of een zuiger nou lucht opzuigt of uitblaast. En toen zat ik mij te bedenken van ja, je kan je er maar druk om maken wie er nou gelijk heeft en wie niet. En daarbij, volgens mij, moeten ze het allebei doen. Want om lucht uit te blazen, moet je het eerst kunnen opzuigen. En met alleen inademen kom je ook niet veel verder. Het moet toch ergens blijven. Dus beide hebben gelijk in mijn ogen. Maar goed, nogmaals, en dat zei ik ook toen, je kan je er maar druk om maken. En als dat hetgene is in jouw leven waar je je druk om maakt, ja, dan kan dat soms wel eens heel lekker zijn, denk ik. Maar goed, zo zat ik gisteren in bed zat ik in gesprek met Cor over. Toen kwamen we bij het getal 0. 0 is eigenlijk een heel vaag iets, want 0 is eigenlijk niks. Als je 0 graden hebt, dan vriest het niet, maar het dooit ook niet. Als je 0 km per uur beweegt, sta je stil. En zodra er ook maar iets van beweging inkomt, dan ben je van die 0 af. En dan bestaat die 0 in principe ook niet meer. Dus 0 is eigenlijk gewoon niets. Maar hoe kan iets niets zijn? Dat kan eigenlijk gewoon niet. Dus dan zat ik ook te bedenken van hoe kan iets ontstaan uit niets? Men zegt altijd van God schiep de aarde en creëerde het licht als eerste. Maar hoe kan je uit het niets iets maken? Dus hoe kan je uit het niets licht maken? Hoe kan je uit het niets iets tastbaars maken? Dat gaat eigenlijk niet. Het licht is gecreëerd. En daarbij ook de mogelijkheid om dingen te zien. Maar dat wil niet zeggen dat omdat we het niet zagen, dat het er niet was. Dus zoals een filosoof zo mooi zei, als je iets kan bedenken, dan kun je het maken. En vaak is de gedachte al genoeg om iets te kunnen scheppen. Maar je moet het wel kunnen creëren uit iets. En uit het niets iets maken, dat is volgens mij onmogelijk. Daarbij was de goddelijke energie er ook al. Dus was er al iets voordat het licht er was. Alleen op dat moment waren wij niet in staat het te zien. Dus dit is een beetje mijn hersenspinsel. Ik ben erg benieuwd wat jullie erover denken. Mocht je opmerkingen hebben, mocht je aanvullingen hebben of theorieën, dan hoor ik het graag. En misschien dat er een vervolgje op komt. Ik hoor het wel. Dankjewel.